Suriname organiseert de 8e internationale samenwerkingsconferentie van de Associatie van Caribische Staten, ACS, om de 25 lidlanden samen te brengen voor overleg over een sterkere Caribische regio. Minister Albert Ramdien benadrukt het belang van functionele samenwerking binnen ACS in tegenstelling tot afzwakking van bestaande integratiesystemen. De conferentie richt zich op uitdagingen met nadruk op duurzame ontwikkeling en economische groei. Naast ministeriële besprekingen omvat het evenement een businessforum om handel te bevorderen en banden tussen ACS en de private sector te versterken. Het onafhankelijk kiesbureau OKB heeft onlangs de Franse ambassadeur in Suriname, Nicolas de la Coste, ontvangen voor een kennismakingsbezoek. Bij die gelegenheid werden de rol en verantwoordelijkheid van het OKB besproken, evenals de interesse van de ambassadeur in de verkiezingsprocessen in Suriname. OKB-voorzitter Sam Sirali Sheikh Ali Bax benadrukte het belang van sterke relaties met verschillende actoren en besprak mogelijke samenwerkingsverbanden. Het OKB blijft de pre-electorale activiteiten en ontwikkelingen nauwlettend volgen in aanloop naar de algemene verkiezingen van 2025. Het Kringbeertie-project is afgelopen donderdag op initiatief van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu en het commissariaat in het district Saramaka gelanceerd. Het project, gericht op verbetering van afvalbeheer en vergroting van bewustzijn, genoot grote belangstelling met toespraken van prominente figuren zoals minister Dasai en president Santokki. Het Kringbeertie-project wordt nationaal uitgevoerd met 4 districten in de opstartfase, terwijl het Eenheid in Actie voor een Beter Suriname symboliseert.